Thomas van Aquino is een van de eerste denkers uit de westerse theïstische traditie die empirisch bewijs gebruikte om niet-gelovigen van het bestaan van God te overtuigen. De vijf wegen zijn vijf godsbewijzen die elk met een bepaalde waarheid over de wereld beginnen, waarvan het voor een niet-gelovige moeilijk is die te ontkennen. Vanuit die waarheid redeneert Thomas vervolgens terug naar het bestaan van God. Je zult bijvoorbeeld hebben opgemerkt dat veel dingen om je heen in beweging zijn. Wat er ook beweegt, het moet zelf in beweging zijn gezet door iets wat ook beweegt. Niets begint zomaar vanuit zichzelf te bewegen. Thomas was van mening dat deze reeks bewegende dingen niet tot in het onbepaalde kan teruggaan. Beweging zou in een oneindige regressie terechtkomen en niets zou dan nu bewegen. Het is overduidelijk dat de dingen bewegen, dus moet er een of andere eerste onbewogen beweging zijn die de gehele reeks in beweging brengt. Dit, zo luidt Thomas' conclusie, moet God zijn. De andere vier bewijzen zijn soortgelijk. Overdenkingen over het feit dat alle gebeurtenissen een oorzaak hebben, leiden bijvoorbeeld terug tot een onveroorzaakte oorzaak die de gehele causale reeks in gang zet, terwijl andere bespiegelingen over graden van volmaaktheid terugleiden tot het bestaan van een volmaakt wezen.